Dagcentrum Henrika heeft net een verbouwing achter de rug. De 70 gehandicapten en hun begeleiders die er werken hebben nu meer ruimte dan voorheen. In de eerste plaats was het nodig voor de veiligheid voor onze cliënten. Daarnaast merken we ook dat er steeds meer oudere mensen hier komen werken. Voor de veiligheid van hun, want ze werkten op de eerste verdieping, was het noodzakelijk dat het allemaal op de begaande grond een geschikte werkplek gerealiseerd werd. Bij Henrika op de Kleine Berg krijgen de gehandicapten een dagbesteding waarbij ze muziek maken, breien en creatief zijn met verf. In de winkel worden de spullen verkocht. Ik ben zelf ook al bezig met kaarten maken. We zijn hier aan het repeteren voor onze band. Dinsdag doen we meestal met cd voorbereiden voor Radio Moonlight. En dan is dat al door heel Nederland te horen, zeg maar. Brabant. Ik doe telefoon opnemen, planboard, zodat de dingen weer waar de leiding werken, kopieerwerk en meestal schrijfwerk of kleurwerk. Morgen komt burgemeester Van Gijzel de nieuwbouw van de dagbesteding voor gehandicapten officieel openen.